Sorry Roland, ik heb u gedempt. Mijn favoriete stad in Duitsland. Mensen die mij niet goed kennen, als Christina en ik. Nee, wacht. Maar met wat zij heeft gecreëerd en overheden kijken naar Roet en wat de producten zijn. Als ik een ambassadeur zou kunnen worden in een ander land. Dan zou ik dat doen in Azerbeidzjan. Dat is het enige land waarvoor ik ambassadeur wil worden. Enkel Azerbeidzjan. Waarom? Dat is echt het, of de beste naam voor een land ooit. Daarom. Maar goed, Tukin, waarover zullen wij het hebben? Hij is gedempt? Of is hij iets aan het eten? Ja, ik heb net een hap genomen. Patrick ging een samenvatting geven over de octrooien en de discussies die we hebben gehad. Clayton, jij en ik, wij zullen het hebben over de evenementen die komen. Op die manier zijn de ambassadeurs op de hoogte. Dus eerst het evenement in Schweinfurt. Dat is op 21 en 22 september, toch? Ja. Oké. Okay. Dus als u vrienden heeft en als u met hen naartoe wil gaan, dan kunt u dat doen. Of u kunt ook tickets kopen voor uw vrienden en familie misschien. Er zijn geweldige on onderwerpen. En we lanceren ook de peptides op dit evenement. Dus dat is echt een live lancering. Als u niet in Duitsland bent, geen zorgen. Het wordt overal gelanceerd. Maar het wordt gelanceerd op het podium, op het evenement. Dus als u in Duitsland bent of in de buurt, dan zou het echt geweldig zijn als u kunt komen. En u kunt de producten mee naar huis meenemen. Dus we hebben een paar exemplaren daar en u kunt die daar kopen. En u kunt die naar huis meenemen. En ze zijn commissionair. Dus als u een ambassadeur bent. En u wil goede inhoud voor uw gemeenschap, dan is dit toch de beste manier. Dus u kunt dan video's laten zien van de lancering. En u kunt ook vragen stellen of beschuldigingen geven aan mij. Daarvoor ben ik ook open. Er zijn ook een paar vraag-en-antwoord sessies. De EU en Duitsland. Kijk, we zijn daar niet. We zijn op dit moment in de Verenigde Staten. Maar we zullen daar twee dagen zijn met de grootste leiders van de route En we kunnen samen praten. Creten, u had. Ook nog iets anders om te melden over het evenement. En dan zal ik het hebben over andere evenementen. Ja, ik wil iets aankondigen, maar hoe? Moet ik starten? Nee, ik weet al hoe ik het moet doen. Er zijn mensen van over de hele wereld die komen, van, komen naar Schweinfurt. Als ik kijkt naar budget... En misschien is het budget krap. Dat is voor veel mensen zo, vooral in de Verenigde Staten, wegens de economie. Maar wij willen dat zoveel mogelijk mensen kunnen komen. Of misschien dat er vrienden zijn die kunnen komen. Maar ja, 180 dollar voor een ticket. Dus de volgende 50 tot 100 mensen, als u nog geen ticket heeft. Dan zal ik de helft betalen. Dus 90 dollar minder. Stuur een e-mail naar dukeen. Dat wordt gespeeld als dukesne. Maar ik koop niet jouw vliegticket. Dat is enkel het ticketje voor het evenement. Sorry dat ik u moet storen, Clay. Dit is voor mensen die dit niet kunnen betalen. Want er zijn veel ambassadeurs die zich zulke tickets kunnen veroorloven. Er zijn ook nieuwe mensen die op dit moment nog geen geld hebben om, dit, om hierin te investeren. Dus dit is een manier om u te helpen. Als ambassadeurs en leiders gaan we daar geen misbruik van maken. Dus als u iemand kent die... Die niet genoeg geld heeft, dat is dan voor die persoon. En we zullen enkel 50 mensen kiezen. Dus de eerste 50 mensen die mensen kennen. En ik zal mijn e-mail in de chat zetten. Maar maak er geen misbruik van. Heel veel e-mails. Ik heb ook WhatsApp. Ja, dus de eerste 50 mensen. Dan krijgt u 50% korting. Duquesne zegt dat dit is voor de mensen die weinig middelen hebben. Er zijn mensen die enkel één dag kunnen komen, maar één dag is beter dan geen dag. Dit is een investering. U krijgt meer middelen voor uw bedrijf. Misschien bent u nieuw bij Root. En misschien zoekt u nog manieren hoe u kunt communiceren met uw gemeenschap. En hoe u roet in uw leven kunt brengen. Misschien wilt u dokter Raam ontmoeten. Of misschien wilt u Klei horen praten. Of hallo zeggen tegen Ted. Dit is een investering in uzelf. Een paar jaar geleden ging ik naar een evenement van Tony Robbins. Dat was een investering in mijn persoonlijke ontwikkeling. En dit is ook zo bij dit evenement. Het zal gaan over marketing, over hoe je je netwerk kunt uitbreiden, hoe je kunt praten over roodproducten, welke dingen, welke woorden u kunt gebruiken, wat legaal is, sociale media, er is eten. Dus dit kunt u gebruiken en u bent dan in een kamer met mensen die hetzelfde willen. En u denkt op een andere manier en dan kunt u leren. Dus wij zijn een korting aan het aanbieden. Dus als u een krap budget heeft, stuur een e-mail. Het zal echt heel nuttig zijn en leuk. En het is niet van mijn hart, het is van mijn portemonnee. En we hebben zoveel verschillende vragen gehad. Ik heb interviews gehad om al die vragen te beantwoorden. Er zijn mensen die zeggen. Er zijn mensen die. Bepaalde beweringen hebben die grappig zijn om te beantwoorden. Dit is belangrijk om te begrijpen. Christina heeft een longontsteking op dit moment en ze is nu aan het herstellen. Krijg misschien niet te veel hierover, want misschien vindt ze het niet leuk. Maar wij investeren in de mensen die komen. Dus als u tijd en geld neemt om aanwezig te zijn, dan zullen wij ervoor zorgen dat u heel veel waarde terugkrijgt meer dan wat u verwacht. De peptiden zullen er zijn. Christina zal ook veel dingen bespreken. Voor het eerst zal ik het meer hebben over marketing dan vroeger. Want als u het niet wist, het gedeelte over wetenschap, resultaten, efficiëntie die argumenten zijn voorbij. Want niemand anders heeft wat wij hebben. Dus nu moeten we zien hoe wij hiermee kunnen spelen. Nog even snel, Clay. Ik heb iets in de chat gezet, namelijk een folder. En dat gaat over de peptides. De vertalingen voor de Duitse gemeenschap komen eraan. U kunt deze teksten nemen en u kunt dit gebruiken voor uw gemeenschap. En wanneer u komt naar het evenement, dan heeft u het al. Dan heeft u het product al als eerste. En dan kunt u ook als eerste sociale media post maken, bijvoorbeeld wat video's. Bijvoorbeeld als u aan Clay vraagt, kunt u even in 30 seconden zeggen waarom mijn gemeenschap peptides zou moeten kopen? En als u dat op sociale media plaatst, dan kunt u dat gebruiken voor marketing van uzelf en van het product. Voor Sculpt hadden we ook zoiets gedaan. Maar wij willen u al veel informatie geven die u kunt gebruiken, zodat u ervoor zorgt dat mensen echt uitkijken naar het product. Kreeten en dokter Raam willen echt wel de gemeenschap helpen. Dus wees niet te bescheiden, Kreeten. We hebben ook Kosovo, voor mensen die in de buurt zijn. Wat is de datum, Ted? Ted is hier. 29 en 30. De uitnodiging wordt gemaakt door ons team Grafisch Ontwerp. En het zal in de groep komen, in de zilvergroep, in een half uur. Dus als u in Kosovo bent, kijk er goed naar. En het laatste evenement is in Dallas, in de Verenigde Staten, op 8 oktober. Zij hebben een locatie daarvoor, dus als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met ons. En we zullen ook meer informatie plaatsen op sociale media, waarschijnlijk vanaf volgende week. Wij focussen ons nu op Schweinfurt en dan Kosovo en dan Dallas. Dus wij willen niet te veel informatie in één keer geven, maar wij hebben al een locatie voor Dallas. Dus nu heeft u mijn e-mail en ik kan u de exacte locatie geven. We kijken er echt naar uit. Dat zijn heel goede momenten om meer te kunnen weten over het bedrijf en over de mensen. Hoe het hoofdkwartier denkt. Hoe wij doen aan marketing. En om connecties te bouwen. En om te praten met andere route, route ambassadeurs. Dus ik raad u sterk aan om te komen naar de evenementen. We zijn al aan het plannen voor 2025. Wij zullen al een beetje vertellen op de evenementen van dit jaar. Maar wij zullen het ook laten weten aan u. Maar wij werken echt hard en wij willen dat u begrijpt waarom wij dit doen. Want wij willen dat u allemaal kunt komen en wij willen dat u ook nieuwe cliënten en nieuwe ambassadeurs kunt meebrengen, zodat zij ook het team kunnen ontmoeten. Dus dat was mijn bespreking. Dat was mijn presentatie, zeg. Maar ik wilde tien minuten houden, maar het is een beetje langer. Dus tot zover de route-evenementen. Wij kijken er echt naar uit. En wij willen dat u er ook naar uitkijkt, vooral wanneer u in de buurt bent. Want het zal geweldig zijn. En wij willen de nieuwe en de oude connecties zien, de nieuwe en oude mensen. Dus als het budget krap is, geen, pro geen zorgen, als u in de buurt bent, dan raad ik u aan om te komen. Dus dat is het, Patrick. Kan ik het hebben over marketing? Jouw beurt. Dus dit is onze ambassadeurtrainingen en u heeft heel veel informatie gekregen over wetenschap. En wat is interessant? Wetenschap verkoopt niet, maar u krijgt wel de middelen. Dus Patrick en ik, wij zullen het hebben over de wetenschappelijke aspecten. En ik wil wat informatie geven over wat ik zou doen als ik u was. Ik heb veel collega's gecontacteerd en ik test een theorie. En het werkt. Maar wat moeilijk is, is om. Het mengsel in de producten te verstaan. Dus, ik geef u het volgende. Ik ben Rotariër geworden. Dus ik maak een pakketje voor Rotariërs. In een wereld waar alles vervuild is, in de Verenigde Staten. En ook in de wereld is er een grote impact. Christina heeft een serie van producten gemaakt om, de, om verschillende aspecten van uw leven te verbeteren. En u bespaart geld. En u eet om te krijgen wat u heeft gedaan. Dus mensen praten en zeggen dat u supplementen moet innemen om toe te voegen aan wat u eet. Maar dat moet u omkeren. Want nu hebben we een volledig profiel om elke elk grote aspect aan te pakken van het menselijk lichaam. Uw lichaam krijgt alle middelen die u niet in uw voedingspatroon kunt krijgen. Dylan heeft gepraat over crush. En crush is heel belangrijk hierbij. Want u kunt heel veel eieren, vlees eten, maar toch krijgt u niet alles in vergelijking met crush en sculpt. Afhankelijk van wat u doet. Eet u om de leemtes te vullen? Hopelijk begrijpt u het. Maar als u kijkt vanuit marketing naar elk product, laten we het eerst hebben over Relief Greens. Want er zijn bedrijven in de Verenigde Staten die 100 miljoen dollar verdienen door groentjes te promoten. Maar ze zijn giftig. Ik geef u informatie. Dus we hebben heel geavanceerde wetenschap vanuit het genoomproject. Dat is nog niet gepubliceerd, maar de waarheid is, als u kijkt naar de wereld, is er een stijging van darmkanker. En dat heeft te maken met. Voedingspatroon. Omega 6 zorgt voor ontstekingen. Dr. Fadoua heeft een geweldige conversatie gedaan op haar sociale media. Het is een video. Wat zei ze? Dus veel mensen willen vegetariër of veganistisch zijn. Want ze willen dieren geen pijn doen. En hoe dieren zijn worden opgevoed. Maar in de wereld zijn onze planten zo vervuild dat er dan meer lectine zijn. Lectine is om zichzelf te beschermen. En die lectine vergiftigt ons. Lectine in de planten. Dus de dieren die gras eten, bijvoorbeeld, die eten dingen die giftig zijn. Want de omgeving is zo vervuild dat alle dieren ook vervuild worden. Dus de voedingsstoffen van, die we krijgen van dieren en vlees, is niet zoals vroeger. En het is onvoldoende om voldoende of om de nodige voedingsstoffen te krijgen. Dus wat u nu eet is niet wat u vroeger at. Dus u hoeft niet. Meer, dat, meer van dat voedsel te eten, want er ontstaan gezondheidsproblemen. U moet het eigenlijk omgekeerd maken. U kunt kijken naar Relief really Greens, maar wat belangrijk is, is Clean Slate. We hebben verschillende conversaties en verschillende interviews. En iedereen. Zet gezondheid in de bloemetjes. Het gaat niet over vaccinaties. Het is niet zo dat we zeggen, oh, vaccinaties en probleem opgelost. Als je helemaal tegen vaccinaties bent, dan pakt u het verkeerd aan. Toen ik een kind was, dan had ik drie vaccins, maar nu krijgen kinderen 48 vaccins. Dat is helemaal anders. We moeten een balans hebben. Maar het probleem is dat we zo vervuild zijn. Van de tijd wanneer u, toen u verwekt werd en een mens werd, vanaf dan bent u al vervuild en vergiftigd, want uw moeder vergiftigt u. En het is niet oh, dat is via door de laatste vier jaar. Of dat is een recente trend. Nee. Dit gaat al. Of dit bestaat al sinds 1930. Dus nee, dit is geen nieuwe trend. En we hebben mensen die begrijpen wat er aan de hand is. Maar dat is niet de conversatie. En dan krijgt u enkel. Een, dan gaat u heel diep in het gesprek. Maar het belangrijkste is. dat elk aspect in ons leven vervuild is. En we moeten dat aanpakken. Uw huis staat in brand. Het huis wat u, u maakt, dat is een complex gebouw. Dat is niet gewoon één kamer, er zijn heel veel kamers en ze werken samen. Er zijn kleine brandjes in verschillende delen van uw huis. Dus u moet de brand blussen en u moet ook zien wat de oorzaak is. Als u dat niet doet, dan verbrandt u. Dus ontstekingen, diagnoses van alle soorten. Ik had het hierover met mijn team. Wat is het leuke wat u kunt delen met uw Cliënten over de hele wereld. U hoort meer en meer hierover. Dus vroeger werd er bewezen dat er één oorzaak was van de chronische degeneratieve ziekte. In 1970 namelijk. Zij wisten dat er één hoofdoorzaak was. Waarom is dit belangrijk? In 1930. Hadden mensen bepaalde stoffen in vaccinaties gezet? Dus toen zagen ze een probleem in 1950. En de eerste grote analyse werd gedaan in 1970 en daar werd het probleem aangekaart. Er is één hoofdoorzaak van deze problemen en dat is kwik. Dat is bewezen. Het is niet ontsteking, het is Kwik. En Kwik maakt alles erger. Dus, u kunt focussen op de feiten. Maak alles schoon. Timero Sal is Kwik. En ze hadden de naam veranderd. Ja, dus, wat zegt Klee... Mijn zoon had een verjaardagsfeestje dit weekend. We hadden buren, we hadden vrienden enzovoort. Waarover was iedereen aan het praten, dus de ouders? Zij voelden zich niet zoals vroeger. En elk gesprek ging uiteindelijk over welke vitamine neemt u, welke supplementen neemt u, hoe kan ik me beter voelen? Enkel een paar mensen weten wat ik doe. Maar de meeste mensen wisten dat niet. Dus dit zijn mogelijkheden waar u mensen kunt introduceren. Bijvoorbeeld een verjaardagsfeestje. En er waren letterlijk kindjes die aan het rondrennen waren. En de ouders die zaten. En ik was cocktails aan het maken. En ik was clean spirits erin aan het steken. Dus. Kijk naar alle middelen die wij u bieden, bijvoorbeeld beelden. Bij Clayton is het veel informatie. Dus dan bent u gewapend met kennis zodat u vertrouwen heeft wanneer u deze dingen aan het bespreken bent of producten aan het bespreken bent. Daarom hebben we het over het lectine-octrooi, want dat is een heel significant octrooi van dokter Raam. Dat komt omdat er zoveel gebieden worden besproken. Kijk, ik geef toe, ik wist eens niet wat lectine was. Maar toen ik dokter Fadwa zag in haar video, toen ik een samenvatting had gelezen van het octrooi en toen ik aan het praten was met haar en dokter Raam, en waarom het gaat om 90% van de producten. Dan ziet u dat het heel belangrijk is. En toen klikte het bij mij. Ze was aan het praten over hoe ze ingrediënten schoonmaakt voor gebruik en dat de zware metalen eruit worden gehaald. Bijvoorbeeld Relief Greens. Nu proberen we. Om ervoor te zorgen om dat met u te bespreken. Zodat u. dit ook kunt doorgeven aan uw gemeenschap. En u praat dan over de producten, maar op een andere manier. Clay wil nog andere dingen bespreken, maar ik wil eerst vragen aan u stellen. Of nee, sorry. Ik wil dat u vragen stelt. Dus steek uw hand op als u vragen heeft. Ik heb de video van dokter Padua over lectine in de chat geplaatst en deel de video met uw gemeenschap. Maar steek uw hand op als u vragen heeft over de ambassadeurstrainingen, over de verschillende methodes om de octrooien te promoten, hoe andere mensen die delen. Of misschien wat informatie geven. Heeft u misschien mensen ontmoet van de gemeenschap? Of misschien heeft u een groepje gemaakt met ambassadeurs? Dus steek je hand op. Als één iemand over iets denkt, dan, heeft, dan hebben minstens zeven mensen toch wel die vraag. Ik heb een link geplaatst. U kunt daarop klikken. En u kunt zien wat er is gepubliceerd. Er zijn meer dan 2700 artikels over kwik en chronische ziektes. Dus u kunt het hierover hebben met uw cliënten. Wie heeft er een vraag? Wat is de uitleg? Wendy, stel die vraag gewoon direct. Dus, wat is het met Lectine? Daarom is het octrooi van Christina zo dynamisch. Patrick, heeft u de link voor de interview met Christina, mij en Priscilla? Ik denk dat het al in de chat zit. Want Priscilla heeft een geweldig interview gedaan met ons. En ik heb eigenlijk niet zoveel kunnen praten voor het eerst. Eén seconde. Klee, u bent niet gedempt. Ik weet het. Oké, okay, ik ga ervoor. Dukane, heeft u het interview gevonden met Priscilla? Ah, ik heb het al gevonden. Sorry, ik probeer meerdere dingen te doen. Dus, lectine is iets natuurlijks in planten. Zo beschermen planten zichzelf. Dus of het nu gaat om peulvruchten, bonen, verschillende soorten. Ze hebben verschillende aantallen van lectine. Want zo worden ze beschermd tegen pesticides. Tegen insecten ook, pest. Maar het probleem is een goed aantal lectine is eigenlijk gezond. Maar onze omgeving is zo vervuild dat planten dan meer en meer lectine produceren. Want de omgeving is vervuild. En Christina zegt het vaak: Er is ook straling, nucleaire straling. En het circuleert, dus het eindigt in andere landen ook. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten zijn er enkel drie kleine steden die niet beïnvloed zijn door Fukushima. Maar door de vervuiling, pesticiden, chemicaliën, Produceren planten meer lectine. Want de planten moeten zichzelf beschermen tegen de giftige omgeving. Dus de planten die wij eten en de dingen waarvan wij denken dat ze goed zijn, die zijn eigenlijk giftig. Niet wegens de voedingsstoffen, want die zijn er wel minder. Maar ze zijn er. Maar de hoeveelheid van lectine vergiftigt ons. En. U ziet dit nog niet in publicaties, maar nu weten mensen het wel. Hoe weten wij het? Christina zit in die groep van wetenschappers. En dat is eng. Wat u denkt dat goed voor u is, kan u vermoorden. Want dat ding beschermt zichzelf. Dus hoe kunnen we dit gebruiken voor marketing? Want in Roet Universiteit hebben we het al over de wetenschap. Er is één product in, dat, in die categorie om lectine te verwijderen, of te veel lectine te verwijderen. Dat is Relief Greens 1. Dus als we kijken naar marketing, en u praat met mensen, dan is dat uniek. Want dat is het enige ik wil eigenlijk een nieuw logo voor een nieuwe productie maar Clean Slate en dit is het geheim. Wat wij gebruiken voor Clean Slate, dat is heel belangrijk om lectines te zuiveren en andere componenten en giftstoffen van die planten. Maar als je het octrooi neemt dan kunt u het octrooi tonen en de beweringen die zijn goedgekeurd. Een ander voorbeeld over Clean Slate. Dus het eerste octrooi van Christina dat ging over de stabilisatie van waterstof. Bedrijven werken aan waterstof. En brandstof daarop. En Christina werkte al aan de zuivering daarvan. Waarom is dit belangrijk? Mensen kopen waterstofwater en flessen daarvan. Als u clean slate daarin steekt, dan wordt het waterstof gestabiliseerd en dan creëert u meer waterstof en dan. Geeft u het waterstof meer? Dus een combinatie van drinken, of zulke dingen drinken, en clean slate, relive greens, restore, gebruiken, dat is heel goed. Dan krijgt u geweldige resultaten, beter dan gewoon water drinken, want dat is niet genoeg. Er is wat tijd nodig om dit te begrijpen, maar als je dat op een simpele manier zegt, dus bijvoorbeeld, u heeft groentjes nodig, groentjes die geen vulstoffen zijn, die niet toxisch zijn, kijk, dan is dit het enige product waarmee je dit kunt bereiken. Dat kunt u zeggen. Andere producten hebben of voldoen niet aan de kwaliteit eisen. Als u... Of mensen hebben tegenwoordig de keuze. Wilt u het zuiverste product en het beste meest efficiënte product? Of wilt u een product met veel producten die u niet kent? Dat zijn uw twee opties. Eet een product met heel veel lectines niet zuiver. Wilt u dat? Veganistische en vegetarische le levensstijl was nooit gezond, maar dat is een ander onderwerp. Ja, ik wil eerst uw vragen beantwoorden. Even kijken, ja, Birgit. Ik wilde het volgende zeggen. Als de natuur wraak neemt omdat wij alles vervuilen. En als dokter Christina ons wil zuiveren, dan moeten we praten tegen alle mensen die dachten dat ze gezond aan het leven waren. En mijn zus is bijvoorbeeld vegetariër. Dus we moeten dan zeggen: Kijk, wat u eet is niet veilig meer. Want ja, vlees dat is vervuild, maar het zogenoemde gezonde ding is ook vervuild. En alles gaat door de lever, dus al de toxines, lectines. Want de lever zuivert alles. Dus clean, slate en, of clean spirit en gexoldeerd poeder, dat is heel handig. En zo kunt u dingen promoten, zodat, zij, zodat u hun aandacht kunt lokken. Hoor ze zeggen, nee, nee, nee. Is dat goed? Ik of jij, Clay? Ik ben aan het lezen en aan het kijken en aan het luisteren. Wilt u het zeggen, Patrick? Ja. Waarom wij verschillend zijn, is omdat onze focus is om de giftige stoffen weg te halen. De giftige stoffen in ons, in voedsel, in onze huisdieren. Als u kijkt naar onze concurrenten en wat zij doen. En ik denk dat ik dit al eerder heb gezegd. Wij zijn geen marketingbedrijf dat groentjes verkoopt. verkoopt maar wij zijn een welzijnsbedrijf dat producten verkoopt. zodat u uw welzijn kunt verbeteren en zodat u het beste leven kunt leiden. Dus als u kijkt naar de vele producten en de supplementen, de vitamine... ...Joda Spenza heeft die... ...we hebben AG1... ...maar niemand heeft wat wij hebben... Het gaat over een wetenschapper met goedgekeurde octrooien om alles te zuiveren voor we het product maken. Het belangrijkste is om te weten, is dat als u iets anders inneemt, dan kunt u dat stoppen. Want Patrick zegt wij waren dus voor het Emmy's-evenement in Los Angeles. En daar gaat het om. Dus alles wat wij ontwerpen is zodat het past in uw levensstijl. Dus u moet luisteren naar mensen en naar uw doelpubliek. U heeft de middelen. Hopelijk. En hopelijk heeft u. Ook ervaring met persoonlijk gebruik en ook met kennis. Bijvoorbeeld via vergaderingen over wetenschap of over ervaringen van andere mensen. Wat u deelt is nuttig voor de mensen. Dat is de eerste stap. De tweede stap dat is praten met uw vrienden en luisteren naar mensen om te analyseren hoe u de beste introductie kunt geven. Met sommige mensen kunt u het over het grote plaatje praten, maar met de meeste mensen zal het klein, gedetailleerd zijn. Dus kijk naar hun behoeftes. Zoek één dingetje, één detail. Bijvoorbeeld, ik had gepraat met een man vorige week. En die had een super pack voor een bedrijf. En die schrijft de. Of hij heeft een bedrijf met mensen die schrijven over bijvoorbeeld wat Anthony Fauci doet, enzovoort. En hij heeft een kind met autisme. Wij hadden het over het grote plaatje. Maar mijn hoofdfocus was. Zijn kindje. En of we bewezen data kunnen geven. Over deze dingen. Dus er is een grote invloedsfeer en er is één en of één probleem of één kwestie, één focuspunt. Dus u moet al een idee hebben hoe verschillende producten een effect hebben op verschillende gebieden. U kunt het heel simpel houden. U kunt het hebben over Clean Slate, Relief Greens, Zero in, Sculpt and Crush. U gebruikt die als basis. En die gaan wel nuttig zijn voor iedereen uiteindelijk. Sculpt in de Verenigde Staten is echt geweldig. Maar niemand of weinig mensen gebruiken het. Maar Europa, u heeft minder insulineproblemen, want uw voedsel is beter. Maar iedereen heeft sculpt nodig. Want het helpt u om beter te presteren, om suiker te blokkeren, om insuline management te verbeteren. Ik hou van sculpt en crush en alles eigenlijk, maar vooral deze twee. Die zijn cruciaal. U heeft waarschijnlijk een paar foto's van mij gezien en ik train niet. Maar Sculpt en Crush zijn echt heel belangrijk voor mij. En wat koffie. Hoe lang heeft het geduurd, Clay? Want iedereen moet dat begrijpen. Drie maanden. Het duurde drie maanden. En Christina en Fadwa hadden dit besproken. U wil onmiddellijke resultaten. maar uw lichaam moet zich aanpassen aan het verbeteren van het metabolisme dus dat kan niet van vandaag op morgen want uw lichaam moet suiker wegwerken, dingen verbranden, uw insuline niveaus worden veranderd en dat duurt 60 tot 90 dagen. En dan wordt uw bloed gestabiliseerd, dat zegt dokter Raam. En uw lichaam moet zich aanpassen aan wat u doet. Want vroeger had uw lichaam deze middelen niet, maar wanneer uw lichaam de middelen heeft, dan zal het echt geweldig zijn. Dus ik ben ik heb veel kilo verloren in een paar weekjes. Het is geen grap. Ik train niet. Ik doe dat echt niet. Dus het was niet zo dat ik mijn voedingspatroon had veranderd of mijn levensstijl. Ik eet minder, minder dan ooit. Voor twee redenen. Ten eerste, ik heb het niet nodig. Ten tweede, ik wil het niet. Ik verlang er niet naar en dat is groot. En ik heb een panel teruggekregen, maar mijn genetica tonen dat ik veel kan eten. Ik kan superveel eten. En dat weet ik over mezelf. Maar sculpt, dus door de epigenetica, dus om genen aan en uit te zetten, door voeding. Christina weet hoe ze het lichaam kan programmeren. Dus dat doen de producten. Dus als u dit op een gemakkelijke manier wil verkopen, waarom zijn er zoveel producten? Neem uw smartphone, want ik denk dat iedereen die wel heeft. En scroll zo. Hoeveel apps heeft u op uw GSM? Hoeveel programma's gebruikt u op uw computer? Meer dan één programma op uw telefoon. Bijvoorbeeld, u heeft apps voor sociale media, communicatie, bank, u heeft een camera, rekenmachine, al deze verschillende componenten. En dat zorgt voor een ecosysteem. En wat is uniek hieraan? Het Haalt energie uit silicium. En dit systeem is complexer dan de smartphone, maar ook dat heeft silicium nodig. Maar welke soort? Biobeschikbaar silicium. Orthosiliciumzuur. Maar wat is de beste bron hiervoor? Dat is de zuiverste. Bron. Namelijk Clean Slate. Clean slate is de basis zodat alles zou werken, maar het is niet het enige ding. Dat is alsof je delete of verwijderen zou drukken op ctrl-alt-delete. Maar u heeft de andere componenten nodig, niet alleen delete. En wat is als ik aan het praten ben tegen iemand en die zegt, nee, het is oké, okay. ik krijg al mijn groentjes, het werkt goed. Het hoeft niet voor mij. Dan zou ik die... Dus Clean Slate zorgt ervoor dat alles beter werkt. Wanneer ik praat met mensen, ben ik meer gepassioneerd... Want ik heb meer overtuiging, want ik doe dit al veel jaren en ik heb al hierover gestudeerd. Dus ik heb een andere achtergrond dan de meeste mensen en ik ben gepassioneerd. En als iemand dit gebruikt, oké, okay, goed, maar wilt u beter worden? Want ik wil niet middelmatig zijn. Ik heb een discussie gehad met Cryder of met iemand anders. En Cryder was aan het luisteren toen ik aan het praten was over atleten. En kijk hier naar, want we zijn allemaal competitief in leven. En leven is een uitdaging. En zo worden we sterker. Maar we zijn, of we mogen geen slachtoffer worden van onze omgeving. Wij willen geweldigheid. Dus iemand, als iemand ons een uitdaging wil geven, dat is omdat we geweldig zijn en geweldig willen zijn. En dat gebruiken we. Dus u moet begrijpen dat wat u ook doet, waar u ook bent, welke producten u ook gebruikt, wat u ook voorgeschreven hebt gekregen, Goed, dat is uw basis. U kunt de beste basketbalspeler zijn in de wereld. Maar dat is het begin. Er is een prestatieniveau dat in ons zit dat we niet hebben kunnen bereiken. Bijvoorbeeld Steph Curry, die is een van de beste spelers in de Verenigde Staten. Maar die kan beter zijn. Als we het hebben over voetbal, Cristiano Ronaldo, hij kan echt nog heel veel verbeteren. Want wij worden opgebrand door de omgeving. Dus er is nog heel veel potentie, want we zitten eigenlijk in hetzelfde plaatje. Wat Christina heeft gecreëerd, dat is nergens anders in de wereld. Dat kan ik u vertellen. Ik neem alles in wat zij heeft gemaakt. En u kunt niet krijgen wat wij hebben op andere plekken. Dat bestaat niet bij andere bedrijven. Want als iemand zegt: oké, okay, ik gebruik dit, oké, okay, goed. Wat zeg ik dan? Neem twee pilletjes hiervan en kom terug in 20 minuten. Iedereen vertelt dat zero in het beste product is dat ze hebben ingenomen. Wij hadden een NBA-speler en hij kent iedereen. Ik had hem twee zero ins gegeven. En een paar, uur geleden, of een paar uur later heeft hij mij teruggebeld. En die zei: Wow, dit is echt te gek. En het kost ongeveer 3 dollar per pilletje. En die zei: Oh, ik heb vrienden. Ik ga erover praten. Ik weet het. Je moet investeren in jezelf, maar soms ook in andere mensen. En het kost niet zoveel. Want mensen worden snel overtuigd hierdoor. Dus probeer een paar van deze. En dan zeggen mensen Oh, ik wil meer. En dan zegt u Oh, ik zal een link sturen. Als u slim bent, heeft u al een bestand gemaakt over 0 in. En u heeft dan een hyperlink gemaakt om 0 in. Bestellen en dan kunt u dat gewoon kopiëren. Dan hoeven ze niet te shoppen op de website, want u kunt gewoon zeggen: Oh, ik stuur u een link en dan is er geen chaos meer. Dit zijn de dingen waarvoor u verantwoordelijk bent, zodat u succesvol bent. U hebt de middelen om zo creatief mogelijk te zijn. Vooral met dit ecosysteem. Ik ga dit heel veel bespreken, heel veel meer details in Duitsland. Ik toon u aan hoe u dit kunt opbouwen zoals ik dat wil. Ik heb dit nog nooit gedaan en ik ben eigenlijk een beetje bang om dit te doen. In het publiek, want mensen kunnen klagen, maar ik kan u tonen hoe u veel geld kunt verdienen zonder mensen te aan te nemen want u wil mensen helpen en zij krijgen de resultaten die u had en dan leert u hen iets simpels aan delen niets anders andere bedrijven zijn ook zo opgebouwd dus wilt u een bedrijfje, wilt u een winkel? Als u hamburgers verkoopt, dan zegt u toch niet aan uw vrienden, open nog een hamburgertentje. Nee, u gaat zeggen, kom naar mij. En als ze uw hamburgers lekker vinden, dan gaan ze aan hun vrienden vertellen om te komen. Ja, we zitten al bijna aan een uur. Sorry, Klei. Ja, we hebben vier minuten. En u had ook een vraag, Jennifer. Dus die wil ik even bespreken, want u steekt uw hand al lang op. Oh, ik heb het niet gehoord. Ja, u heeft uw hand opgestoken. Ja, ik heb mijn vraag in de chat gezet. Op de Instagram-foto van dokter Fadwa. Kunnen wij dit ook delen? Moeten wij toestemming krijgen van haar? Hoe werkt dit? Nee. Dit is belangrijk voor iedereen om te begrijpen over sociale media. En ik ben hier echt vreselijk in. Maar als iets is geplaatst op sociale media, dan kunt u dat delen. Ja, deel het. Kopieer het. U kunt daarover praten. U kunt haar video pauzeren en dan kunt u daarover uitleg geven. U kunt doen wat u wilt. En dat is geweldig. Ja, ik wilde haar niet beledigen. Of nee, dat is niet het woord. Maar ik wilde toestemming krijgen. Toestemming is er al omdat het op sociale media staat. Dus dat is belangrijk. Dus als iemand het plaatst op sociale media, dan is het niet hun bezit meer. Dus het is een soort van publiek domein ook. Dus wat u ziet op YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp. Dus de inhoud, bijvoorbeeld een video. Er zijn mensen die over dingen praten. En dan plaatsen ze of delen ze de video en dan. ...geven ze zelf ook commentaar. Als u weet wie Andrew Tate is... ...of als u over hem heeft gehoord... ...wat deed hij? Hij maakte inhoud... ...en er waren 300, 500 mensen... ...die zijn dingen deelden. En daarom betaal ik voor NowSite... Want ik wil dat u die middelen gebruikt. Want ik gebruik die dingen en ik zie dat u die middelen kunt gebruiken om inhoud te nemen van sociale media en daarmee te kunnen werken. En deel het op YouTube, TikTok. Want hoe u dat moet doen. Dat is al beschikbaar en u hoeft geen toestemming te vragen. Want Dr. Fadwa wil mensen iets bijleren. Ze heeft veel invloed en helpt veel mensen, doordat mensen haar video's delen. Dat is hetzelfde mechanisme. Ik heb veel begrepen van. Haar post. Maar sommige informatie is echt moeilijk en ik probeer om alles op te nemen. Maar ik heb wel begrepen wat zij heeft gezegd en ik wil haar video delen, maar ik wil geen problemen krijgen. Ja, u kunt delen. Ja, even snel. Dus als u doet alsof dat uw woorden zijn of als de video origineel van u is, dan is dat een probleem. Maar als u het deelt en als u zegt: "Oh, ik heb deze fantastische speech gehoord van Dr. Fadwa en als u meer wil leren, neem contact op met mij." Dat is perfect. Dus u mag niet zeggen dat u dat heeft gezegd, dat het origineel van u is. Want mensen nemen vaak een video en ze zeggen: oh, dit werd er gezegd. Dus laat de video praten. Want dokter Fadwa zegt het allemaal heel goed. Dus als u het deelt. Dan is het alsof u een YouTube-video deelt. Of uw favoriet stukje van sport, van voetbal bijvoorbeeld. En andere mensen zien het. U deelt zodat andere mensen het zien. Dus dan zou het wel goed moeten zijn. Bedankt iedereen. Dat helpt. Want ik was de hele tijd over aan het nadenken. Want ik wilde het delen, maar ik dacht, oh, ik kan toch geen problemen krijgen. U kunt het delen. Bedankt dat u dit heeft gevraagd. Want waarschijnlijk hadden andere mensen deze vraag ook. Dus daarom ben ik altijd blij dat iemand het vraagt, zodat we het voor iedereen kunnen uitleggen. Ja, bedankt. Ik zal het hierbij laten. Heel erg bedankt. Ja, ik moet even zeggen dat het tijd is. Nog één ding. Zodat u het belangrijkste deel heeft. Onze website van Roet heeft een domein. En dat is wegens hoe de gemeenschap is ontwikkeld. Er zijn veel mensen die. Opzoek, die route opzoeken, route en dan hebben ze bepaalde termen. Dus op sociale media moet u zoeken hoe u verschillende internetmarketing kunt doen. Dus NowSite, de routebrands.ai, daarmee kunt u dat doen. Dus u kunt wat middelen toevoegen. En u kunt uw verhaal plaatsen. En hoe meer mensen dat opzoeken, hoe succesvoller u zult zijn. Voilà, dus ik zie u in een paar dagen Duitsland. Oké, okay, heel erg bedankt dat u hier bent. Er zijn veel dingen die we hebben besproken. We zullen het plaatsen op YouTube. Als u bent geïnteresseerd in andere vergaderingen, ze staan allemaal op YouTube. En de ambassadeurstrainingen die staan er ook op. Hopelijk zien wij u in Kosovo, in Duitsland, misschien Dubai, Thales. Er komen evenementen aan. We zijn echt enthousiast. Vraag aan uw referentiepersoon als u meer informatie wil. Op het Platinum-kanaal heb ik ook de Dropbox geplaatst voor de peptides. Dus dan kunt u hierover praten. Er is ook een video over peptides en dat wordt vertaald. Dus wij willen dat dit succesvol en groot wordt voor een grote lancering. Bedankt.